Joe! Welkom terug bij Get Insane TV. Vandaag weer een nieuwe Bike Wednesday. En vandaag gaan we leren hoe dat we met de wheelie met de mountainbike of een andere fiets. Let's go! Alright, de eerste stap bij wheelie is dat je een juiste versnelling kiest. Dat je niet te groot of niet te klein staat. Dat je voldoende kracht kunt zetten op de fiets. Wat het tweede is dat je gaat doen, je gaat een beetje rijden, niet te snel. En je pedaal zo hoog mogelijk brengen. En van zo hoog mogelijk ga je trappen en terwijl achteruit leunen en trekken aan je fiets. Dus je gaat eigenlijk trappen en terwijl die beweging maken. Niet proberen deze te doen, want dan blijft eigenlijk je lichaam, je fiets gaat wel omhoog, maar je lichaam blijft van voor, waardoor je niet zult kunnen blijven rijden op je achterhoek. Het gevoel moet eigenlijk zijn dat je achteruit leunt, alsof je in een zetel gaat zitten. Zo, en dan kan je blijven fietsen. Goed. Alles gaat om je gewicht te verleggen van voor naar achter. Nog een goede tip is dat je het probeert op iets dat een beetje omhoog gaat, zoals deze weg, je gaat stilletjes omhoog. En dat is makkelijker voor dan te wielen. Alright, nu ga ik het even voordoen. Dus een beetje snelheid. Je mag op je zadel blijven zitten, ik denk dat het begin zelfs makkelijker is. Als ik mijn pedaal op het hoogste punt is, dan ga ik trappen en tegelijk achteruit leunen. Bij de wielen probeer altijd 1 of 2 vingers op je rem te houden, zodat je rap kunt reageren als je te ver moest gaan. Oké, volgende aandachtspunt is dat je armen zomaar een klein beetje geplooid gaat laten. En deze moet heel stevig zijn, zodat je niet zijwaarts gaat vallen bij de wielen. Want dat is eigenlijk het moeilijkste, eens je omhoog bent, om mooi recht te blijven. En dat komt van hier vanuit je core, vanuit je buikspieren goed stevig en je armen goed stevig. Je moet niet voordoen. Oké, een paar misverstanden bij de wheelie is dat je te klein gaat staan van versnelling, dus je staat bijna op mijn kleinste, en dat je helemaal zot gaat trappen, dus te snel, en dan kan je geen kracht meer zetten om een fiets omhoog te krijgen. Even het voorbeeld, ik sta nu extreem klein. Je gaat wel omhoog gaan, maar je gaat niet kunnen blijven fietsen omdat het te veel beweging is. Dus nu moet ik groter gaan staan. Alright, een tweede probleem dat je kunt hebben bij de wheelie is dat je te groot gaat staan van versnelling, en dan ga je eigenlijk niet omhoog geraakt, maar je gaat dan te veel kracht moeten zetten. Ik sta nu als voorbeeld te groot. Ik wil trappen en het gaat heel moeilijk zijn om hem omhoog te krijgen. Goed? Dus dat zijn de twee dingen dat je zeker niet mag doen, niet te groot, niet te klein. Je moet ongeveer versnelling zoeken dat je mooi kunt rondtrappen. Alright, dat was de wheelie. Dus nog even waar een paar dingen waar we moeten letten. Pedaal hoog genoeg als je vertrekt. Lichaam achteruit leunen. 1 of 2 vingers aan je rem houden. En je armen. Goed stevig houden en je buikspier goed stevig. Als dat begint te lukken, gewoon altijd verder en verder proberen en dan ga je automatisch wat beter gaan. Daarna kun je ook eens proberen met 1 hand te wielen of andere coole dingen kunt vinden. Alright, vond je een coole video? Vergeet zeker niet te subscriben en te liken en te sharen en whatever, alles wat ermee te maken heeft. En tot de volgende keer op Get Insane TV. Ciao!